19 december, 4 uur 's middags, sluit burgemeester John Berends 3 DJ's op in het glazenhuisje Apeldoorn. Vanuit het kleinste glazenhuisje van heel Nederland worden er acties gehouden om geld in te zamelen voor Serious Request. Vorig jaar bracht de Apeldoornse actie 30.000 euro op. Debbie. Gaan we weer, Debbie. Ja. Wat is dit? Dankjewel, Debbie. Een bietensapje met wortel en bleekselderij. Ja, Gert Mulder, gaat het passen met 3 personen in het glazen huisje? Dat zou moeten, Jeroen, maar Joop heeft er al een beetje rekening mee gehouden. Er staan 3 poppen in, dus dat moet passen. Dat gaat goed komen. Ja. Heb je er veel zin in weer? Ja, zeker. Toen ik uitkwam vorig jaar was het even wat minder, maar ik heb er een jaar lang over na kunnen denken en ja, gaat weer lukken. De 55 uur zonder eten? Ja, net het eerste sapje gaat. Het is weer net als thuiskomen, gaat helemaal lekker. Ja. Dit is wel goed. Dan moet je snel, want Debbie heeft de fiets al. Dirk Laning, de eerste keer dat je meedoet aan het glazenhuisje Apeldoorn. Yes. Hoe leef je er naartoe? Ja, eigenlijk wel heel erg. Ik ben er wel heel erg veel mee bezig. En het is toch ook, ja, om eerlijk te zijn, wel spannend. Want je weet niet wat je gaat doen. Kijk, Gert en Ruud, die hebben allebei al een keer 55 uur erin gezeten. Ik heb geen idee hoe ik het ga volhouden. Hoe mijn lichaam gaat reageren op het niet eten en de sapjes. Dus ja, het is wel heel spannend. Ruud van der Bos, het glazenhuisje 2013. Heb jij veel zin in? Enorm veel zin inderdaad, ja. Ja. Vorig jaar wisten we niet wat we konden verwachten. Dit jaar zijn we natuurlijk dan een jaartje verder. De voorbereidingen lopen wat soepeler. Afgelopen jaar hebben we geëvalueerd van wat wel en wat niet goed ging. Zeg maar, wat voor verbeterpunten, wat we moesten doen. Nou, dat hebben we zeker gedaan. We hebben natuurlijk een derde erbij gekregen. Een derde DJ, zodat we s'nachts niet meer in ons eentje hoeven zitten, maar altijd met 2 man zijn. En dat is wel erg prettig, hoor, moet ik zeggen. Jo Beerman, de tweede editie van het glazenhuisje Apeldoorn, heeft u lang getwijfeld om hier mee te doen? Geen seconde. Eigenlijk nadat vorig jaar het glazenhuisje geëindigd was, was zometeen de tweede versie al op de planning. Is het niet erg dat de etalage straks weer op gang? Nee. Als je ziet wat voor publiciteit het ook voor onze winkel tevoorschijn weegt, helemaal goed dat het weer gebeurt. Ja, weet je, kleur, ja. De kleur is goed. Ja. Voetbaljaar. Ja, is prima. Mooie avond. Prima, ik weet het. Ja, ben eruit. Moet ik even proosten? Ja. Oh ja, proosten. Even proosten, hè? Oh ja. Oh, ik kom echt zuur omhoog.